Een vrouw is donderdagavond in spijkenissen zwaar gewond geraakt na een sprong uit het raam van haar woning in de Lindenstraat. Meerdere mannen zouden met een vuurwapen een overval hebben gepleegd op de woning. De vrouw vluchtte naar boven en sprong uit het raam. In het huis waren ook een man en een kind. Ze brachten zichzelf in veiligheid door naar buiten te rennen. De vrouw is met hoofdletsel naar een ziekenhuis vervoerd.